Dit is een uitleg over accenten en leestekens in het Grieks. Accenten zijn ofwel tekens die aangeven waar de klemtoon op een woord ligt, ofwel, zoals in het Spaans bijvoorbeeld, of ze veranderen de uitspraak van een klinker, zoals in het Frans. Leestekens zijn tekens waarmee teksten worden ingedeeld, zoals punten en komma's. Van de Griekse accenten hoef je alleen de namen maar te kennen. Wij kunnen die niet meer uitspreken zoals de Grieken die zelf uitspraken. De accenten die gaven een klimmende of dalende toon aan. En dat toon moet je letterlijk opvatten, dat is een toonhoogte. Wij kunnen dat niet meer. Als Griekse accenten worden uitgesproken, dan worden ze uitgesproken volgens klemtonen. Moderne Grieken doen dat in ieder geval. Ik geef dadelijk wel wat voorbeelden. Van de accenten hoef je alleen maar de namen te kennen. Daar zijn er drie van. Dit zijn de voorbeelden. Je ziet op theos, zie je op de omicron staat een accent met het streepje naar voren. Dat heet een acutus. Op kai, het Griekse woord wat en betekent, zie je een accent de andere kant op staan. Dat is de gravis. En op herakles, daar staat op die eta een circumflexus. Die circumflexus kan overigens alleen maar staan op een lange klinker. Dus dan de leestekens. Het Grieks heeft dezelfde leestekens als wij. Een punt is een punt en een komma is een komma. Er zijn twee uitzonderingen, daar moet je goed op letten. De punt-komma, die heeft in het Grieks een andere betekenis. Dat is in het Grieks namelijk een vraagteken. Staat altijd aan het eind van een zin. En de hoge punt, dat is een leesteken wat wij niet kennen. Dat is dus een dubbele punt, maar dan zonder het onderste puntje. De hoge punt, dat is een dubbele punt of eventueel bij ons een punt-komma.